De Pan American Health Organization, de PAHO, heeft vanmorgen malaria-apparatuur overhandigd aan het ministerie van Volksgezondheid. De apparatuur is ten behoeve van het Centraal Laboratorium. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid zegt dat met deze donatie er efficiënter diagnoses vastgesteld kunnen worden van infectieziekten. Dit soort apparaten moet je regelmatig de nieuwste van de nieuwste hebben. En zoals je zo net zag, hebben we de latest versie gehad van het apparatuur om verder onze onderzoekingen te gaan verrichten. Maar ook om ons diagnostiek preventief te gaan helpen bepalen. Maar als er ook nog wat is, als iemand als er vermoedens bestaan, kunnen we precies gaan zeggen, hij heeft wel of geen, ik noem maar wat, dengue of chikungunya. Dus het is echt om preventief te werk te gaan. Met de donatie van deze apparatuur bespaart het ministerie ruim $68.000. Minister Elias gaat in op de voordelen die deze aanwinst zal hebben voor Suriname. Het is ongetwijfeld een versterking. En we hebben een slordige $68.000 bespaard, even snel. Ja. En wat zal er met dit project nog meer bereikt worden? Nou, met dit project kunnen we dan beter, efficiënter en nog preciezer de diagnostiek gaan vaststellen van in het bijzonder infectieziektes. Is dit voor Paramaribo bestemd? Of gaan nee, heel Suriname, heel Suriname. Daarom heet het ook Centraal Lab. Ik bedoel, als er een geval zou zijn, ik noem maar wat, als er een geval zou zijn ergens in Marwina of Kuala Masemuto, komen de mensen toch naar hier en dan moet je een goede diagnostiek hebben voor je de patiënt verder kan gaan helpen. Dus sowieso is dit voor heel Suriname. Is het op aanvraag van het ministerie gebeurd of is het gewoon vanuit de organisatie zelf? Nee, natuurlijk. Het is een aanvraag vanuit het ministerie geweest. Kijk, PAHO is onze trouwe partner, niet alleen bij het organiseren van seminars, maar ook als je dringend behoefte hebt, kleine projecten, appreinig projecten, dan praten we over een project maximaal $100.000. Voor ons is dat heel wat. Tot zover minister Antoine Elias van Volksgezondheid vanmorgen bij de symbolische overhandiging van de malaria-apparatuur door de PAHO. De overhandiging vond plaats op het hoofdkantoor van het ministerie van Volksgezondheid.